Goedemorgen weer iedereen. Zoals jullie kunnen zien is het nog heel erg vroeg. Ik was al om 7 uur wakker. Want het was gewoon te warm voor mij. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker eerder eruit. We gaan nu even lekker ontbijten samen. En dan zal ik je straks even het huis laten zien waarin wij verblijven. En dan gaan wij vandaag richting Oberhausen. Als dat goed gaat. Waarom zit je zo? Voor je broertje? Ja, hij wil mijn na doen. Oh, wat doet hij je na? Ja, daar zijn broertjes voor, hè? Om je na te doen. Nee, nee, niet in de vroege ochtend, hè? Dat is niet ons huis. Kijk eens hoe hoog deze plafond is, jongens. Kijken of ik het goed op camera kan krijgen. Een beetje een indruk. Ik ben het maken. Lekker grapefruit voor mezelf. Ik heb net mango gegeten. Mm-hmm. Ja, ook een streekse specialiteit. Oh ja, dat is een streekspecialiteit, hè, hier. Kijk. Het is echt serieus lekker. Het lijkt op een druif of zo, maar het is een soort pruim. Zo ziet het eruit. Het Mirabelle. Wat? Hoe heet het? Mirabelle. Oh, Mirabelle. Oh, shit. Ik heb iets gedrukt. Ik kwam net tegenaan. Gaan we naar boven. Naar boven, naar boven. En dan kom je hier in het slaapkamergedeelte. Deze bed kan je gewoon... Het is zo'n... ja, hoe noem je dat? Bankbed, die kan je zo inschuiven. En dan heb je hier nog twee bedden. En een raampje als het te heet is. Maar vannacht was het echt serieus heet. En als het te heet is, kan ik meestal niet slapen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, last van hebben. Dus ik moet in de ochtend altijd even bijkomen. Maar zo wil ik wel wakker worden als ik genoeg groen zie. De magische truc van Joshua. Oh, en daar wist hij weer. De magische truc van Joshua. En poef, hij is weg. Hij is gewoon verdwenen. Wat? Ligt er een hoopje deken op de grond. Nou, waar is die nou? Welke kant? Rechts. Oké, links. Nou ja, hoe kan het nou? Rechts dan. Links? Beide handen. Wat? Wow, ik weet het niet meer. Hoe heb je dat gedaan? Laat eens zien aan de kijkers. Hier. En je hebt het daarin gestopt. Ja. En nou is hij helemaal verstopt. Hè? Laat eens zien. Lukt het? Tada! Wauw! Applaus voor Joshua. Wauw, stuntman van het jaar. Kijk, daar is die. The fuck? Ja, wat ga je doen? Wat gaat hij doen? Ophangen? Wat gaat hij doen? Een magische verdwijntruc.
Ja? Hoe je het moet doen als een pro. Oh, oké. Okay. Nou. Hoe je het doet. Oh, oké, oké, oké. Ja? Ja, laat zien dan. Ja, geweldig. Applaus voor de magie. Yay! Zo, we hebben net uitgecheckt. Dat is de voorkant van het huis. Kijk hoe lekker rustig het hier is. Het is toch heerlijk om zo wakker te worden? Heerlijk, ja. Wij gaan nu dan onderweg naar Oberhausen. Kijk hoe heerlijk, jongens. Leuptje. Deze jongen heeft er heel erg zin in. Leuptje. He? Ja, Leuptje. Prachtig. Nou, kijk eens wat prachtige uitzicht. Ja, gaat die net op het moment dat we gaan filmen, hè, jongens. Gaat die... Kijk, kijk, kijk. Moet schoon zijn, toch? Ja. Kijk hoe rustig het is. Heerlijk. Kijk dan. Het schijnt dat het hier... want in de Airbnb hadden we wat boekjes, zeg maar. Waar je naartoe zou kunnen gaan. Maar het schijnt dus hier hele mooie landschappen te hebben. En mooie huisjes. Oh, kijk eens. Hier is €1,71. Gisteren was €1,69. Ja. Tanken hier in Duitsland is veel goedkoper dan in Nederland. Dus als je hier bent... Hé, hey, kijk eens, appels. Bij onze net buren. Ook. Kijk dan, allemaal appels. Zo, weer een mooi uitzicht. Oh, allemaal lekker groen. Heerlijk, kijk dan, kijk. Oh, hier zou je toch gewoon in willen rollen? Zo, hops. Het is een beetje bruinig, dor, helemaal uitgebrand. Nou ja, zeg. Kijk, hier is gewoon prachtig. Hier is groen. Ja, hier is we hebben gisteren weer een stier gezien. Ja, gisteren hadden we weer een stier gezien. Nee, maar het schijnt even serieus bij Monsterland of zo, schijnt er hele mooie landschappen te zijn. Echt mooi groen, wandelstukken, culturele gebouwen, dat soort dingen. Dus ja, maar we hebben een beetje een kort dagje, want anders had ik dat ook wel gedaan. Maar ik wilde wel heel graag naar Oberhausen, want daar was ik nog niet geweest. Dus doen we een volgende keer. Dat doen we een volgende keer inderdaad. Oké, check deze huis dan. Creepy. Hier zou je nu eens dood gevonden willen worden, maar moet je kijken hoe dat ding eruit ziet, joh. Hé, hoe praat jij? Dat is die huis van die ene hond. Dat lijkt wel op de... Die angstige hond. Op de Walking Dead, zo. Nee, die angstige hond. Ken je die tekenfilm met die opa? Oh, ja. Kijk dan, die vervallen. Oh, net weer gemist. Maar we zijn er bijna nog, even kijken, nog 8 minuten. En dan zijn we er. Yay. We zijn erbij. Maar nog niet helemaal. Ja, ja. Hey. Zo, we gaan even parkeren. Want we zijn er al. Nee, Legoland niet. Dat doen we ook wel een volgende keer. Naast deze. Blijkbaar is Legoland en Sea Life ook hier. Want hij geeft daar op de verdieping waar wij staan. Dat hij hier is, dus. Oh. Wist ik niet. Oh, je bent aan twee gaan. Oh, ja, we zitten goed hoor. Leuk voor een lamp. Leuk voor een lamp. Nee, doe ik niet hoor, schatje. Wauw. Oké, wie het snelste daar is. Go, 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 go. Oh.
Waar is Joshua? Joshua is helemaal aan het einde. Bone Store. Hey, ja, ik zie het, ja. Kleine gamehal, net als bij Westfield. Alleen volgens mij, dus deze ziet er wel kleiner uit, of niet? Of nee? Nou, achterin heb je ook volgens mij nog. Wauw. Ik ben helemaal aan het Peugeot is, hè? Hij is weer aan het shoppen hoor, mensen. Laat eens even je trui even zien. Ik ga mijn dingen laten zien. Mijn dragon. Ja, oké. Okay. Even wachten. Ja, we wachten wel even hoor. Kan heel lang duren hoor, mensen. Ik ga het in drop. Oké. Nou. Oké, laat eens even zien. Nee, achterkant. Ik wil de achterkant even zien. Ja, is toch gaaf jongens? Dragon Ball. Die kleine. Hoe heet hij ook alweer? Baby Goku. Oh ja. Gohan. Gohan inderdaad, ja, ja, ja. Of Joshua. Leuk hoor. Oké. Deze weet precies hoe het laat het is als papa gaat shoppen. Hè? Hey, deze aanhouden. Eindelijk heb ik hem. Ja, heb je hem eindelijk? Ja. Jongen. Ik ga een ding op jou doen, jongen. Vlieg ik gewoon. Oh ja, nu voelt hij zijn kracht hoor. Wees niet expansief van hier naar beneden. Ja, ja. Ja? Ja. Wees niet. Ja. Doe dat? Ja of nee? Ja, doe dat! Doe! Okay, gooi eerst de tas. 1, 2! Een TK Max of zo. En dan zien we hem. Oh, baby Yoda! Schattig. Zo, dat is wel heel. Ja, daar moet je van houden, weet je? Van die glitters en zo. Ja, als je een buikschuiven doet, dan is het ook niet fijn. Sportkleding. Maar ja, vaak lijkt deze winkels goedkoper dan dat ze eigenlijk zijn, hoor. Weet je, het idee geeft dat het gewoon goedkoper lijkt, weet je? Maar het is eigenlijk niet goedkoper. Dan ben je gewoon... Ja, maar zo, kijk die indruk van die winkel. Tot 6 jaar met begeleiding, als ik het goed lees. Oké, we hebben iets leuks gevonden. Ik weet niet of jullie het op het scherm kunnen zien, maar het is zo'n air jump. Het ziet er heel gaaf uit. Dus we gaan eerst even lekker nog door de winkelcentrum heen en dan komen we later hiervoor terug. Ja, jij wil met de lift. Dus moeten wij even wachten. Hè? Oh, even wachten. We kunnen ook gewoon met de roltrap hoor. Zo omhoog. Maar dat wil jij niet. Nee. Oh, het wachten duurt zo lang. Oh. Oh, oh, oh.
Ja, daar is die. Kom maar. We gaan naar binnen. Oh, waar is... Oh, hoor je dat? Vogeltjes. Hoor je dat? Doei, kijken. Zo, wat heb je daar? Allemaal kaartjes? Deze is goed. Zo, hé. Pikachu kaart. Deze is ook goed. Die. Zo, hé. Super sterk. Ja. Als die mee krijgt en die is die dood. Hij is 15. Mm. En dan 7e, 6. Laat eens even zien. Deze jongen eet altijd, als hij naar de McDonald's gaat, dan moet hij gewoon zijn patat in de milkshake dippen. Hè? Dat vind ik echt super lekker, hè? Ja. Wie van jullie doet dat ook? Ik ben echt benieuwd. Five guys. Deze hebben 5 guys hier. Deze is van Josh. Josh's favorite. McDonald's. Altijd zijn patat en zijn nuggets. Dippen in de milkshakes. Pizza Hut. Ja, we hebben veel meer keuze, dit is een Westmal, veel meer keuze dan in Leidschendam. Oeh, barbecue. Oeh, high key Asian food. Hollandse patat. Zijn we dan weer? Paspoort. Dit is jouw ID. Voor 20 euro's en later we give you back. Als borg, denk ik. Ja, dit 20 euro, ik heb back. Yes. Oké, we hebben onze badge en we zijn er helemaal klaar voor om deze challenge aan te gaan. Zeker weten. De winnaar staat hier. Nee, de winnaar staat hier. Hier staat ze binnen. Oké, let's go.
worden. Ja, hij is natter. Wauw. 3 keer hè, scheepsrecht. Ja, mis. 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 Oké, laatste keer. Ja, 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 komt ie, komt ie. Ja, dat zijn de goede beelden die wij voor jullie hebben. Ik kom niet meer bij, joh. Laatste kans. Laatste kans, jongens. Echt waar? Laatste kans voor... Oh. Hij heeft hem wel geraakt. Gaat het goed met je? Hij geeft niet op. Kijk. Kijk, die soort mentaliteit willen we zien, hè? Ja! Hij heeft hem wel geraakt, maar wel mis. Maar je hebt hem wel geraakt. Knap van je, hoor. Nee. Oké, volgende. Gaat het hem lukken? Kijk, van deze rit is hij helemaal uitgeput. Maar het lijkt me ook hartstikke moeilijk, hoor. Hoe lang gaan we dit nog? Hoe lang gaan we hier nog door? Oké. Okay. Knock out. Let's go. Hou vast. I believe I got fire. Kom maar daar. Dat maakt niet uit. Ja. Ja, slam dunk. Slam. Slam het. Slam het. Aanloop. Aap. Kan niet met mij. Wat is het? Oké. Ready. Ready. Steady. Hè? Gaat het goed met je? Zeker weten. Zeker weten. Met jullie? Met mij gaat het goed. Volgende. Ja! Dina weer naar beneden gevallen. Let's go. So, Josh, ik ga zijn met je moeder. Overwin je angsten. Doe het. Doe het. Overwin je angst. Kom op.
Ja, het overweer je angst. Niet zo, dat is vals spelen. Dat is niet te hoog, kom op. Joshua, ga je moeder helpen. Kom op. Anders ga je van die. Ja, ga je moeder helpen. Snel, snel, snel. Je kan het. Je bent een topper. Daar gaat hij hoor. Redder in nood. De prins van mama. Let's go. Nee, spring jij. Kom, spring. Overwin je angst. Doe. Je kan niet met de trap naar beneden. Je moet zo wel. Kom, Sophia, waar wou je heen? Wacht, waar is die blauwe en blauwe? Hé, bankstel. Kan jij daar omhoog klimmen, denk je? Daarachter? Kom, we gaan eerst bij Sophia kijken. En dan gaan we een berg beklimmen. Oh, daar bedoelt hij. Oh, ben je dat? Ga maar. Zo'n ding tegen mijn kop aan. Kom op, Sophia. Dit is een spin. Een spin, waar? Let's go. Let's go, Sophia. Ja, Sophia. Hebben we wel goed gedaan. Nu je moeder nog. Ik zweet. Ja, zweet je. Ik ook. Ja, daar is hoor. Bij het hoogtijd. Oh mensen, dit is vermoeiend man. Lig even uit te rusten. Hé hey, Sophia, ja. Hou je het nog vol? Nee, Jos. Ik moet eruit. Ben je moe? Sophia gaat weer. Onverslagen. Die heeft de conditie, jongen. Oeh, daar gaan ze weer, hoor. Je moet de top aanraken, hè? Of op zijn minst het witte daar. Op zijn minst. Klaar voor de start. En af. Binnen 20 tellen moet je omhoog. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, hij heeft hem gehaald. Jee! Woe, woe, woe. Ja?
bijna. Sophia, ja. Het is heet, hè? Ja. Volgende! Volgende! Niemand mag dat halen. Oh, ze scoort hem wel. Volgende! Is even energie. Weet je wat, het slikt. Vanaf hier! Vanaf hier! Oh, half jaar kort. Oh, oké, poging 2. Ja, gewoon springen. Kom op. Hij doet het vol. Zie je, zo moet het. Zo moet het. Dat is gewoon een pro. Oké, nu jij. Kom op. Hé, ik heb niet de hele dag tijd. Staan mensen. Ik weet het toch. Oh, dit is toch gedaan. Dit is toch gedaan. Sofa. Waar is ze? Sofa. Ze is verdwenen. Oh, daar is ze. Daar is ze ook. Wacht, we gaan de laatste keer naar boven. Wauw! Wat? Oké. Okay. Oh, okay. Nou, papa. Ga je gang. Waarom ik? We gaan hem even volgen dan. Wij gaan even hier staan. Oh, mensen. Van hier gaat hij. Oké, okay. Papa is er. Gaat het hem lukken? Gaat het hem lukken? Tom Breide stijl hier. Zo. Zo, hup, hup, hup en dan springen. Dat kan jij wel. Okay. In 3. 2. En 1. En gaan. Joshua komt zo meteen hier vanaf. Dus wij wachten even hier. Oh jongens, we hebben wel een hete dag gekozen hoor. Want het is nou op dit moment iets van 29 graden. Het is bloedje heet. En dan lopen wij hier een parcours te doen. Oh oh. We wachten even af. Waar die komt. Komt die al? Ik zie nog niks bewegen. Ja, ja, daar is die. Daar is die. Oh, dat doet hij maar even. Goed gedaan. Hey, hij wil doorgaan. Hij wil doorgaan. Hij gaat door. Hij gaat door. Gaat het hem halen. Zo. Ja. Wauw. Wat goed voor jou. En hopsakee. Hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon. Zo, kijk eens aan. Hij gaat de challenge pas echt aan.
Kijk hem gaan. Oh, ik hou hem niet eens bij. Kijk hem gaan dan. We moeten even erachteraan. Ik moet even zelfs rennen. Waar gaat hij naartoe? Waar gaat hij? Oh, hij rent, hij rent. Mensen, ik hou hem niet eens bij. Ik viel in een soort van gat. Oh, jongens, we zijn allemaal uitgeteld. We zijn allemaal. Maar we hebben het gehaald!